Welkom bij onze nieuwe vlog. Wij zijn in de Rotte Gemeente. Heet het zo hier? Nee, Munnekeburen. En hier zijn zwanen. En het is nogal een agressieve. Wij komen hier wel vaker. Maar hij kwam al aanzwemmen. Hij zit nu achter het riet. Ja. Oh. Kijk, daar komt hij aan. Ja. Jij echt. Heel agressief. Ik ben, zo bang. Ja, hij is gewoon erg waakzaam. Ja, nogal. Nou, wij gaan dus een lekkere wandeling hier maken in dit mooie natuurgebied. Kijk, Munnekeburen. Ja. En kijk, hier wil ik morgen kanoën. Ja, het is nu zondagavond. En wij hebben vandaag gewerkt en we dachten, nou, we gaan nog even van weer genieten. Dus we gaan een wandeling doen. En dan morgen zijn we vrij en dan wordt het ook mooi weer, zeggen ze. En dan wilden we gaan kanoën. En dat wilden we hier gaan doen. Maar kijk, hier zit een kano-stijger. Dit is een kano-stijger en hier heb je een kano-route. Nou, en dan gaan we zo naar Nijnetreinen. Nijnetreinen, ja? Nee, kijk, we staan nu hier bij Munnekeburen. En dan kun je dus even kijken. Dit is waarschijnlijk de kano-route. De blauwe stippel, denk ik. Ja, dit wordt toch weer helemaal niks met ons. Wij gaan hier wel verdwalen, dat weet ik nu al. Maar dan kun je dus helemaal hier langs. Oh, dan moet je ook weer terug. Oh, ik dacht je kan naar Nijnetreinen. Oh, nou ja, dat zien we. Dat kan niet. Wat is rood dan? Dat zien we dan morgen wel. Okay. Nou, hierachter staat een heel mooi huis. Vinden wij een mooi huis. Ook leuk. Erg leuk. Ja. Maar als je zo'n huis hebt, dan kun je je ei verkopen. Wil je dat? Nou nee, dan lig je de hele tijd in een tuin op je buik onkruid te trekken. Maar kijk eens hoe mooi. Wacht even. Heel mooi, maar kijk. Ja, ik ga nu even dit weer filmen, want dit is dus dat natuurgebied. Maar het is hier zo mooi. Nou, dan heb je dus daar dat huis. Met uitzicht op dit. Ja. Ja, geweldig. Maar natuurlijk nemen wij jullie morgen mee tijdens het kanoën. We hebben een opblaasbare kano gekocht vorig jaar. En dit jaar hebben we nog niet gekanoed. Ja, maar één jaar? Ja. Oh. Maar dit jaar hebben we dus nog niet gekanoed. Want het weer was steeds een beetje niet zo mooi. Maar volgens mij wordt het morgen net zo warm als vandaag. Ja, morgen wordt het mooi weer. Dat kan wel. Nou, we gaan het meemaken. Mm-hmm. Huh? Nou, zoals jullie zien heeft Nelly een nieuw kapsel. Nee. Ze is naar de kapper geweest. Nou, laat in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Ik vind het erg mooi. Mooi kleurtje erin. Een stukje af. En een blond. Ik ben blond. Ja, nou nu ik nog. Aal wil ook blond. Ik wil de blonde stekels. Ja. Nee, ik wil ook een kleurtje erin, maar ik heb geen niks tijd. Eraf. Ik heb geen tijd voor kappers. Ik ging de kapper bellen voor mezelf en zegt, die maakt voor mij ook maar een afspraak. Want woensdag ben ik vrij. Nou, afspraak gemaakt. Nou, twee tellen later. Ik ga toch even in mijn rooster kijken. Nou, niet vrij dus. Afgebeld weer. Dus dat ging niet door. Maar wij vinden allebei de kapper niet leuk. Ja, de kapper wel. De kapster. Maar het lange zitten. Het duurt zo lang. Oeh, wat was dit? Ik weet niet, een beest. Een vliegtuig. Oh, die vliegen hier allemaal. Kijk, ja, dat zijn libelles. Nou, we zijn trouwens ook van plan om een vlogcamera te kopen. Want het geluid is af en toe een beetje slecht. Een beetje erg. Een beetje erg slecht en het beeld zou ook wel wat beter kunnen. Dus we zijn erover aan het nadenken om een vlogcamera aan te schaffen. Zodat we nog betere vlogs kunnen aanleveren. Alles voor de kijkers.
ligt een kaan over ons. Ja. Hoe kom je hier doorheen? Kan nou, dat niet? We kunnen niet doorheen. Dan moet je onder dat bruggetje daar door. Waarschijnlijk moet je hem dan hier erin doen, in het water. En dan daar onderdoor. Ja, maar hier is het terrein best wel ver weg. Dus dan moet je je kano helemaal meeslepen. Voor de kijkers onder ons die van wandelen houden. Je parkeert de auto aan de Hoge Weg in Munnekeburen. En er is ongeveer een route van 5 kilometer. Een hele leuke route. Wij hebben hem al meerdere keren gelopen. Maar we vinden hem hier heel mooi. Nou, er is één minpunt aan deze wandeling. En dat zijn de muggen. Maar zoals gewoonlijk komen ze eigenlijk alleen op Nelly af. Dat gaat altijd al zo. Ik denk dat Nelly het lekkerste bloed heeft of zo. Ik weet niet. Wil je er nog iets aan toevoegen, Nel? Nee. Oh. Nou, er staan ook koetjes hier in de wei. Wat een gezellig. Het was eerlijker verdeeld geweest als jij ook eens geprikt werd, ja. Ja, ik wel. Ik word nooit geprikt. Ja. Nee. En ik heb er een knieholte bij hangen. Een knieholte bij hangen? Hoe bedoel je? En ik heb er een knie bij aan de achterkant. Ja. Ik zag dus net een mug bij Nelly in haar knieholte zitten. En ik zeg tegen haar, er zit een mug, ze haalt hem weg en er zit een bult. Ja. En het zijn ook geen kleine bultjes. Nee, ik ben altijd een soort van allergisch. Ja, volgens mij een allergische reactie. Ik weet ook niet of daar iets voor is. Dat weet ik ook niet. Misschien allergietabletten slikken, nee, die homen. Je hebt hier dus ook een kinderboerderijtje. Ook erg leuk voor als je met kinderen gaat wandelen. En er is een speeltuin, maar die laten we ook wel even doen. En een speeltuintje. Oh, er zitten ook jonge kipjes. Oh ja. Oh, wat leuk. Ja. Ja, heel veel. Ja. Kijk, hier heb je dus een klein kinderboerderijtje. Oh, kijk dan. Oh, kleine geitjes. Ah. Oh, wat lief. Oh, in dat hok ligt ook nog een geit. Nou, die zie je niet. Nou, dit is echt te schattig. Lekker te chillen in de zon. Mogen wij er ook in? Ja, de vorige keer wel. Even kijken. Oh. Niet binnen het hek wegens geboorte geitjes. Oh, okay. Nou. Nou ja, normaal gesproken kan je er wel in. Nou, hier heb je dus een speeltuin. Nou, hartstikke leuk. En daarachter hebben we dus de auto geparkeerd. Wij zijn even op visite bij mijn broer. Die heeft een boot. En toen dachten we na de wandeling, nou, laten we eens even kijken of hij op de boot is. Nou, en nou stelde hij voor om een stukje te gaan varen. Dus ik heb even een trui en een vest opgehaald. Voor het geval dat we het koud gaan krijgen, want het is al wat later op de avond. Nelly zit er klaar voor. Kijk, dit is de boot. Nou, hartstikke leuke locatie hier. Wij dachten, we kunnen hier ook wel een keer met de caravan gaan staan. Dan heb je dus dit uitzicht. Mijn broer die maakt even de boot gereed. Om onze caravan te verkopen en in te ruilen voor een boot. Maar dan zoeken we nog wel een kapitein. Nou, of kun je varen? Tuurlijk, dat hebben we zo een keer gedaan. Ja, daar ben je heel goed in varen. Wij en boten zijn geen goede combinatie.
Maar we hebben nu een kapitein. En vaart ons met alle liefde rond. Ja. Dat is tot nu toe ook altijd goed gegaan. Ook één keer toch? Niet. De eerste keer is gratis. Hij geeft de eerste keer gratis weg. Laatste boottocht met deze kapitein is niet zo goed afgelopen. Nee. Maar we gaan ervan uit dat het nu beter gaat. Wel goed afgelopen, maar we hebben toen een ongelukje gekregen. Dat was niet mijn schuld, hè? Nou, dat was trouwens ook met een laagstaande zon. Oh ja. Ja. We gaan nu weer met een laagstaande zon. Ja. Dus ja, het is maar afwachten of hij levend aan wal stappen straks. Ja. We gaan het zien, we varen al. Of niet? Oh nee. Eén nadeel, als hier gaat en komt, dan zinkt hij meteen. Oké. Zijn er ook reddingsvesten? Die moeten wel ergens zijn. Ja. Moet je eerst zoeken. Dachten dat we tegen de kant aan zouden knallen. Nou kijk, we zijn heel uit aangekomen aan de wal. Aan de wal. Aan de wal. Met zonsondergang. Ja. Nou, dat was hartstikke leuk. Mm-hmm. Huh? Toch? Ja. Dat is hartstikke leuk. En dat ging allemaal goed. Nou ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. De kapitein die is bezig met de boot vastmaken. Daar gaan wij ons maar niet mee bemoeien, want dan... Bootreisjes kunnen geboekt worden. Ja. Laat een reactie achter. En wij zorgen dat je in contact komt. Met de kapitein. Ja. Kapitein, heeft u nog wat te melden? Wilt u er nog iets aan toevoegen? Wilt u ook in beeld? Staat u open voor bootreisjes? Ik heb niet gehoord dat jullie net zeiden, dus ik waag me er niet aan. Oh. Staat u open voor bootreisjes? Bootreisjes, ja. Met vrouwen, mannen, kinderen. Kinderen? Nou, de boot zit vast. Leuke, gezellige vrouw. Gezellige, lieve vrouw is altijd welkom. Een gezellige, lieve vrouw is welkom op de boot. In Spannenburg. Ja. Dus. Wil je ook nog je leeftijd zeggen? Of een leeftijd waar je naar zoekt? Hoe oud ik ben of hoe oud ik me voel? Nou, hij voelt hem 18 en hij is 60. Nee. Nee, hij voelt hem 18 en hij is volgens mij... 47. Ja, klopt dat? 48. Nou, wij gaan er zo weer vandoor. Want wij moeten natuurlijk vroeg naar bed, want we gaan morgen een kanoroute doen. Is het echt? Dan moet je wel uitgerust zijn natuurlijk. Is het echt? Nou, we hebben een voorproefje al gehad. Want we zijn natuurlijk even op het water geweest. Komt helemaal goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wij zijn weer in Munnekeburen. Het is stralend mooi weer en wij gaan lekker kanoën. Dit is de kano. Die moeten we zo even opblazen. Nee, dat is niet zoveel werk. Dat hebben we zo gedaan. En, heb je er zin in? Ja. Ja, we hebben er zin in. Dus
Dat komt helemaal goed. We zijn nu op weg naar de kanostijger. Die hebben we gisteren laten zien. Gearriveerd op de kanostijger. Nou, dan moeten we hem nu gaan opblazen. Ja. Oh, er zit ook een trap voor te zwemmen. Als jij mij nou even filmt, dan pak ik hem uit. Nou, dit is jouw stoeltje. Ja, dat is mijn stoel. En dat is de pomp. Dit zijn de paddles. Die kan je in stukjes doen. Nog een paddel. Huppatee. En hier komt de boot. Snelle supersonische kano. Huppatee. De banaan met stoeltjes. Oeh. Het is al bijna erin. In dit trommeltje doen we de telefoons. Ja, daar gaat de telefoon in en dingen die niet nat mogen worden. En nou, we hebben wat eten mee, koeltas, handdoeken liggen daar. Dus, er ligt ook een boot met een motor. Oh, die kunnen we ook nemen. Zullen we daarin? Nee, we gaan paddelen. Nou, we gaan niet zo ver hoor. Het is alleen maar eventjes om te dobberen. Huh? Oh ja, ik doe het verkeerd. Het is vorig jaar zijn we hier voor het laatst mee weggegaan. Dus het is nog even weer kijken hoe het ook al begint. Vorig jaar zijn we voor het laatst weg geweest, ja. Toen hebben we hem volgens mij ook aangeschaft, of niet? Ja. Het gaat best wel snel hoor, het opblazen. Maar ik zie maar één stoeltje. Heb jij twee stoeltjes gezien? Ja, daar is nog een stoeltje. Oké. Okay. Wij gaan eerst even een broodje eten. Wij hebben een verse jus meegenomen en een broodje met een tapenade. En dan gaan we zo lekker kanoën. Lekker. Heb je nog een trap nodig? Nee. Oh, dat is best wel een lange trap. Hij gaat niet meer zo diep. Nee. Dan is het hier minder ondiep, denk ik. Nou, oké. Wij gaan kano. Nou, het is hier prachtig. Kijk dan. Zo'n huisje, daar wil je het al. Ja, hier zou ik ook wel kunnen wonen. Zo klein.
Oké, maar wij hebben dus een probleempje. Alweer. Onze boot loopt vol met water. Ik denk dat hij lek is, maar hij blijft ja. wel hard. Ja, maar ik zit ondertussen zit ik nu in een plas. Hij loopt langzaamaan vol. En we zijn nu op zoek naar een steiger. Dus kunnen we hier niet aanleggen? En dan ga ik hem even leegmaken. Hier? Ja, dan sta je bij iemand in de tuin. Is dit een tuin? Ja, deze tuin hoort bij dat huisje. Oh, maar vinden die mensen het heel vervelend? Dat weet ik niet. Hier ligt ook een boot, zie je dat? Kijk, dit is een boot. Oh, die is ook gezonken. Nou, dat is een die is ook gezonken. Daar is ondertussen het, een grasveld ingegroeid. Ja, alsjeblieft, hier is hij. Oké, we gaan nu onder een bruggetje door. Dan moeten we even bukken. Ja. Hey, hier heb je oh, dat hoort ook bij dat huisje. Ja, maar maakt het uit als wij, er is niemand. Oh, daar heb je een vlot. Daar. Oh. Daar gaan we even opstaan, ja? Kijk, daar gaan we even aanmeren en dan maken we die. Dan maken we die boot even leeg. Nou, het is hier echt prachtig. We hebben een probleem opgelost. Kijk. Hierachter zit een gaatje, een ventiel. Daar kan je mee leeg laten lopen. Daar kun je mee leeg laten lopen. Maar dat stond nog open. Dus logisch dat het hele ding vol liep met water. Kijk hoeveel water eruit komt. We hadden dat dopje dus niet dicht gedraaid. Ik vond het al zo gek dat hij zoveel water... Ja, ik ook. Ik dacht hij is lek. Maar de ventiel was dus niet dicht gedraaid. Nou ja, we hebben nu al allemaal natte handdoeken. Ja, kijk, hier liggen onze handdoeken. Daar moesten we ons dus eigenlijk een soort van mee afdrogen. Want die zijn allemaal drijf. Nou ja, hè? Ja, weet je, ik ben al lang blij dat hij nog heel is. Ik denk van ja, een handdoek dat... Kunnen we wel weer wassen. Ja. Maar ik laat jullie even zien hoe mooi het hier is. Het is hier echt heel leuk. De mensen die hier dus wonen... Nou, misschien is het wel een vakantiehuisje, dat weet ik niet. Maar de mensen die hier dus wonen, die gaan met dit pontje heen en weer daar naartoe. Kijk. Je kan hier sowieso niet met een auto komen. Nee. Ja, je bent hier totaal in een andere wereld, joh. Kijk, en daar in de verte, daar heb je een molentje. Supermooi hier, hè? Ja. Tot nu toe vind ik dit echt wel de beste kanoroute ja. die we gedaan hebben. Ja, want vorig jaar hebben we een keer bij Utrecht gekanoed. Dat was ook wel mooi. Maar dan moest je dat hele lange stuk moest je weer terug. Dus hetzelfde. En dat is wel minder. We hebben ook een keer bij Beltschutsloot gekanoed. Oh, dat is ook leuk. Dat is ook leuk, maar ik vind dit het leukste. Maar dan moet je dat grote meer over en daar komen ook andere boten. Ja, ja. Je hebt hier ook een boomhut. Kijk. Nou ja, af en toe kom je dus iemand op de fiets tegen. En, dat is een verdwaald persoon. Maar echt, voor de rest zie je gewoon niemand. Het is echt heel rustig hier.
Wat zitten wij hier fantastisch. Het is geweldig, fantastisch, verrukkelijk. Nee, doe nou even serieus. Ja, het is hier echt heel, heel, heel mooi. We hebben een lekker plekje gevonden. Kijk, hier heb je een huisje. Hier heb je een molentje. We verkleinen gewoon alles. Huisje, molentje, watertje, lelietje, een rietje. Nou, zoals jullie zien heb ik het ook heerlijk. Jij wel. Even naar het kano-steigertje peddelen. We kanoën nu trouwens langs een B&B. En daar hoort deze molen ook bij. En die is ook een keer bij Bed & Breakfast geweest, toch? In dat programma. Volgens mij wel. Ja. Kippetje ontsnapt. Kijk. Hier loopt moederkip. Oh, volgens mij ziet hij nu dat hij onder het hekje door kan. Nou, wat schattig allemaal. Allemaal jonge beestjes. Wij zijn klaar met kanoën. We lopen nu richting auto. Ja, 1, 2. Ja. En, nou, was hartstikke leuk. Heerlijk. Ja. Het. Ja. Dat was een goed plan van jou. Mm-hmm. Dus voor de mensen die ook een kano hebben of een surfboard of... Noem het maar op. Je kunt perfect varen. Wacht even, even stoppen. Oh, dat ding is best wel zwaar hoor. 1, 2. Ja. Nou, gelukkig is het maar een klein stukje lopen. Nou, wij willen ook de vlog afsluiten nu. Wij gaan volgend weekend gaan wij op vakantie. Naar Harskamperdennen. Ja, of waarschijnlijk als jullie dit kijken. Zitten wij in Harskamperdennen. Ja. Dan zijn wij een weekendje weg met de caravan. Dus daar hebben wij hartstikke veel zin in. En wij willen jullie bedanken voor het kijken. Wil je ook nog iets zeggen? Ja, bedankt voor het kijken. Abonneer vooral op ons kanaal. Ja. Veel mensen denken dat het geld kost. Dat is niet zo. Jullie kunnen gewoon abonneren. Nou, doei doei!